Hey allemaal, vandaag zijn we bij Rennes Springs Desert Inn. En het is eigenlijk een heel typisch plekje die je eigenlijk in films ziet. Heel bijzonder om hier te verblijven. Het is in the middle of nowhere, in de outback, langs een lange weg. Helemaal niks, 8 uur rijden, je ziet eigenlijk niks en dan kom je hier aan. En het is een kampeerplek waar je vrij kan kamperen en ook huisjes kan huren. Weer met alle faciliteiten, een lekker barretje, pooltafel, tv, ook een zwembad erbij. Ik heb het zelf nog niet gezien, dus ik kan er nog niets over vertellen. Maar schijnbaar mijn reisgenoten vonden het heel lekker om daar te chillen. Eigenlijk gewoon een relaxte plek langs de weg. Het is geen plek waar je echt naartoe reist, maar echt een plek waar je alleen maar een nachtje verblijft en prima om hier gewoon even te vertoeven. Wij gaan zo meteen barbecuen. Ik ga hout zoeken. Je hebt hier eigenlijk alle faciliteiten om echt te campen en te koken, zeg maar. En ik moet opschieten, want de zon gaat zo onder en dan kan ik geen hout meer vinden en dan kan ik geen wasje meer maken. Maar wel een ideale plek om een nachtje te verblijven. Dus ik zou zeggen, kom je langs.